In deze video gaan ik en Joris een trickshot battle doen. We gaan allebei zometeen trickshot verzinnen. En wie als eerst de 3 punten heeft, wint. Per trickshot die je als eerst raakt, krijg je een punt. Oké, eerste trickshot. Ik mag hem verzinnen. We gaan een volley doen op de crossbar. Alleen niet van de 16 meter, maar van 1 stapje verder. Vanaf deze. Vanaf de halve cirkel dus. En het is een volley. Je mag zelf bepalen hoe je de volley doet. Uit je handen, uit de trick. Je mag zelf. Oké, dus jij gaat waarschijnlijk uit je handen doen. Oeh. Iets te hoog. Iets te hoog. Iets zelfs te hoog. Oké. Nope. Ja. Nope. Gewoon één keer, hard hoog, maar gelijk hoog. Nope. Oké. Okay. Dat is wel behalen dit, hè? Het lukt ons niet op een of andere manier. Lukt wel, okay. Lukt wel. Nu, zeg maar nu. Oké, okay, hij is geconcentreerd, zie ik al. Je moet dat niet zeggen, dan moet ik lachen. Ja. Ik zie de focus. Ik heb last van mijn enkel. Oh, oké. Yes, dat was holy. Hij was wel clean erop. Hij was mooi raak. Geen schrammer of zo. Geen schrammer. Dus nu moet ik er geen verzinnen, of niet? Nu mag jij hem verzinnen. Maar je hebt dan wel 1 punt. En het is als eerste dat 3 is. Dus je bent er wel gaat 1 of 2. Dus ik moet er nog 2. Wat is de volgende trickshot? Volgende trickshot? We hebben de American Football Ball. We gaan hem indraaien vanaf de corner. Dus jij moet hem eigenlijk vasthouden en dan om de beurt uiteraard. Okay. En dan moeten we hem allebei gaan proberen te schieten. Indraaien in de goal. En mag hij stuiteren? Ja. Ja, oké. Hij mag bouncen. Nou. Oh, dat was dichtbij volgens mij. Die was echt close, ja. Maar als die al raak was geweest, dan stond hij al gelijk 2-0 voor, dus ik ben wel blij dat hij mis was, maar hij was wel al nice. Mooi. Dat was letterlijk de eerste poging van Sam. Dat was de eerste poging. Mooi. Hij was niet heel clean, maar ik wilde deze graag doen, man. Dus dan nu is het ook gelijk al 1-1. Weet je? Gast, ik wilde die echt graag halen, man. Ja. Oké, jij vond het Amerikaanse voetbal zo leuk. Nu gaan we weer indraaien, alleen dan van de andere kant. Oftewel, dan moet je dus met je buitenkant van je voet schieten. Oké. Okay. Met rechts of buitenkant? Gewoon met de buitenkant? Oké, is goed. Met links. Oeh, ja? Oké, ja, dat is vet. Okay. Gewoon weer vanaf de corner? Weer van de cornervlag, Jongens begon net, dus nu mag je beginnen. We gaan het zien, eerste keer. Nice. Oké, ga ik. Zie Vella. Nou, misschien met de curve. Oh. Net niet. Beter, man. Wel beter. Beter, anders dan hoefde ik niet eens meer te schieten. Nou, als hij draait. Oh. Dat kan niet. Dat was wel echt zielig eigenlijk. Kijk op waar die ligt. Hij was echt close. Ik had eigenlijk verwacht dat hij erin zou gaan. Ik dacht het ook. Derde kans af te raken. Nee. Deze is moeilijker dan de andere, maar maakt niet uit. Ik ga hem nog raken. Ja. Alsjeblieft erin. Nee. Ja. Nee. Ik wilde deze zo graag. Thomas heeft hem geraakt. Hij raakte hem. Ik ga hem nog raken. Ik wilde deze ook zo graag. Weet je, we hebben allebei eentje gehad met deze in ieder geval. Maar jij zit wel 2 in voor. Oké, we doen een lat raken. Ja. Vanaf hier, met deze. Mag ik beginnen? Ja. Nee. Dat was ook niet grappig, doe dat er maar uitknip. Ja, zo. Oké, laatste trickshot, misschien hè? Misschien dit kan wel. De laatste zijn inderdaad, dus wat we gaan doen. Vanaf de 16 meter. Ja, ik zie 2 ballen. Weer de lat raken, maar eerst met deze en dan met deze, achter elkaar. Oké. Okay. Geen knipjes, niks, in één keer door. Dus wat nou als dit in één keer lukt, hebben we dus al gewonnen. Dat heb je gewonnen. Daar gaat hij, dus deze moet al raak gaan. Oh, wauw. Eerste keer, deze moet raak. Nee, mis. Tweede kans voor Jory. En zo ging het eigenlijk de hele tijd door. We misten gewoon elke keer de eerste al. De rugbybal ging gewoon niet raak. Nope. Oké. Oké, is deze raakt? Nee. Oh, dat is balen dan, hè? Ja, maar omdat kijk, op het moment dat je die vraagt, staat er zoveel druk op die. Ja, want in principe, ja,
Ja, ik weet niet. Yeah. Ja, hij raakte hem. Had ik raak? Nee. Nee. De eerste was wel raak. Heel zachtjes wel, maar ja, wel was wel raak. En dat is wat telt. Man. Altijd die agressie. Loop je ruim. Hier hem. Schande. Scham? Nee. Oh. Oeh, dubbel. Ja, en gaat deze nog. Die was alweer mis. Oh, we zaten bij raak! Gast, ik heb gewonnen nu, hè? Ik heb nu letterlijk gewonnen. Ja, ik heb letterlijk gewonnen. Huh? Ja, ik gewonnen, ja. Oké, okay, jongens, ik heb verloren. Maakt niet uit, weet je. Ik heb er wel één geraakt in ieder geval. Eentje gewonnen, dus dat maakt niet uit. Vond hem leuk? Dan heb je hem mogen. Abonneer eens inmiddels zien. En zie ik jullie de volgende keer weer. Later.